zijn vertrokken met Suzanne Schulting aan de leiding, Justin. Ja, goed uit de startblokken. En Poutsma die gelijk meegaat. En ja, voor Jan de Vries is dit wel een beetje do or die. Heeft straks ook al een B-finale. En het lijkt erop dat zij niet kan aansluiten. Dus ook hier wederom van toch geweest in de B-finale. Ja. Oei, is een klein missetje. En de Poutsma weer aansluiten. Dan gaan we er wel. En voor de duidelijkheid, 1 en 2 gaan door naar de A-finale. Schulting soeverein aan de leiding. Poutsma daarachter, zoals we misschien een beetje hadden kunnen verwachten, zoals Cees Juffermans het ook al even uitlegde. Schulting en Poutsma, weinig onregelmatigheden gezien. Ik zie ook Jurre Kruijsgans, de hoofdscheidsrechter, een voormalig shorttracker, niet richting de woning komen. En dat betekent... Schulting en Poutsma, daar staan ze, nummers 1 en 2. Ja, goeiemorgen allemaal! Hier ben ik weer met een nieuwe aflevering van Sporten in de Klas. En jullie keken naar een stukje shorttrack, de 500 meter, waarin Selma Poutsma actief was. Mijn naam is meester Jochem en ik mag jullie vragen vandaag inderdaad aan Selma gaan stellen. Zij is shorttrackster en ja, alles wat jullie willen weten, dat mogen jullie aan haar gaan vragen. En ja, ze gaat zo ontzettend hard over het ijs en het is ook zeker niet zonder risico's. Maar goed, dat gaan we gewoon aan haar vragen. We halen haar erbij. Selma, goedemorgen. Goedemorgen, hoi. Goedemorgen. Waar zit jij op het ogenblik in het land? Helemaal in het noorden in Friesland, in Heerenveen. Ook waar de ijsbaan staat. Heel vlak bij de ijsbaan ben ik nu. Kijk eens aan. Wil jij je even voorstellen aan de kinderen? Ja, nou, ik ben de Selma Poutsma en ik ben shorttrackster, zoals je hebt gezien. Shorttrackster in het Nederlands team. Kijk eens aan. En... hoe vaak, de eerste vraag, nou, het knalt naar binnen hier allemaal. De eerste vraag die binnenkomt voor openbare basisschool, de knotwilg van groep 7 en 8. Val je wel eens? Val je vaak? Ik val wel eens. Ik val niet heel vaak. Er zijn denk ik mensen die vaker vallen. Maar ja, soms in de bocht ga je zo schuin en dan zoek je zo erg de grens op dat je, ja, dat je af en toe valt. Maar leer je ook weer van. En als je geluk hebt, dan val je niet te hard. En kun je gewoon weer opstaan en doorgaan. Oké, dankjewel. Hey, dezelfde groep vraagt ook even, hoe vaak ben je al eerste geworden? Ja, eerste ben ik nog niet zo vaak geworden. Ook niet bij de grote, om het zo maar even te noemen. Maar ik ben laatst wel op het WK met de relay, samen met mijn team, ja. Zijn we eerste geworden. Met de relay, dat is misschien voor de kinderen. Ik konden daar even nu geen beelden van me laten zien. Het heeft allemaal met de rechten te maken. Je mag niet zomaar overal beelden laten zien. Ja. Maar ik zie dan een heleboel schaatsers op het ijs. Hoe hou je nou in de gaten wanneer jij aan de beurt bent om te schaatsen? Nou, de relay is iets wat we sowieso heel vaak doen. Ja. Maar bij een wedstrijd moet je heel erg gefocust zijn. En je komt altijd, krijg je een duw van dezelfde persoon. Ja. Dus daar let je vooral heel goed op. En ja, je bent zo gefocust dat je niet mist wanneer je moet schaatsen. Oké. Dat is goed om te horen. Dit is een leuke vraag. Ik weet niet of het klopt, maar waarom heb je nummer 1 op je helm? Had je nummer 1 op de film? Weet je dat? Nee, dat was ik niet. Dat was ik niet. Dat was volgens mij Suzanne Schulting, onze Olympische kampioen. Ja. Het Hanje Schacht uit Zandvoort vraagt, hoeveel dagen per week moet jij trainen? Dat ben ik ook wel nieuwsgierig. Ja, eigenlijk 6 van de 7 dagen. En nu is het wat rustiger, omdat het weer het begin is van het seizoen. Maar als wij midden in het seizoen zitten, dan trainen wij 6 dagen in de week. En dan meestal 2 keer per dag. 2 keer per dag. En wat doe je dan? Is het dan alleen schaatsen of doe je daar ook nog andere dingen bij? Nee, het is best wel gevarieerd. Natuurlijk het meeste wat we doen is schaatsen. Ja. Maar we doen krachttraining 2 keer in de week. Ja. Fietsen en zo nu en dan doen we hardlopen bijvoorbeeld. Oké, wat doe je dan met hardlopen? Is het wel goed als schaatser om te gaan hardlopen? Nou, we gaan niet als een gek heel hard hardlopen. Maar we doen soms even korte sprintjes om wat aan de explosiviteit te werken. Oké, dat kan dan weer wel. Oké, goed om te horen. Dit vind ik een mooie vraag en dit is best wel een hele diepe vraag. Wat betekent topsport voor jou? Die is anoniem gesteld, maar wat betekent topsport mooi, voor mooie jou? Mooie vraag wel. Nou, ik vind topsport een hele mooie manier om jezelf uit te dagen, denk ik. Ja. En je komt jezelf ook wel regelmatig tegen, dus het is gewoon een mooie... Ja, een hele mooie manier om jezelf uit te dagen en heel veel te leren ook over jezelf, denk ik. Ja, je groeit er ook heel erg door topsport, dat vind ik heel mooi ervan. En wat kan je uitleggen? Je zegt je groeit. Ik snap wel wat je daar bedoelt. Kan je aan de kinderen uitleggen wat het betekent als je groeit door de topsport? Wat het inhoudt? Dat je
beter wordt? Of... Nou ja, topsport is heel veel leuke momenten. Je kan soms winnen, maar je kan natuurlijk soms ook verliezen. Of er kan iets niet gaan zoals jij dat wilt. En als je daar dan overheen weet te stappen, vind ik, heb je altijd weer een groei gemaakt. En dat is met name in je hoofd dan, dat je weet hoe je ermee om moet gaan. Ja, en natuurlijk word je ook met de jaren beter. Je lichaam wordt sterker, dus daarin groei je ook. Maar ook in je hoofd groei je heel erg door topsport, denk ik. Oké, okay. Nou, dat vind ik mooi uitgelegd. Want je had laatst ook volgens mij, had jij een keer, dat was op een mooi kampioenschap. Toen zou jij de wedstrijd of de race bijna gaan winnen omdat je een duwtje kreeg van jouw ploeggenoten. Vertel daar eens iets over, want dat was een hele bijzondere ervaring. Ja, dat was voor mij bijzonder, maar ik denk voor iedereen die naar de rit aan het kijken was. Het was de superfinale, 3 kilometer. En dat is de laatste afstand, individuele afstand van het toernooi. En op die afstand kan je eigenlijk nog heel veel punten verdienen om hoger te komen in het eindklassement. En ik kwam nog, als ik de rit zou winnen, dan zou ik ook op het eindpodium komen. En dan zouden Suzanne en ik samen op het eindpodium staan. Dat is jouw ploeggenoot, Suzanne Schulting. Ja, klopt. Ja. Die wilde mij zo graag helpen dat ze misschien zonder daarover na te denken mij een duwtje gaf. Het was eigenlijk een hele goede bedoeling, maar die pakte heel erg slecht uit. Want een duw geven is natuurlijk hartstikke verboden. Maar toen heb ik me daar ook heel snel bij moeten neerleggen. Want we hadden de relay nog en het was sowieso buiten mijn invloed. Dus, het was goed bedoeld, maar uiteindelijk kostte het uiteindelijk zelfs je podium. Dus daarmee ook. Ja, klopt. Ja. Oké. Okay. Hey, en dat is wel leuk. Ook al had je schaft het Zandvoort vraag van hoeveel kilometer per uur schaars je? Dat ziet er. Het gaat zo hard. Hoe hard gaan jullie? Ik denk, als ik nu niks stom zeg, 45. 45 kilometer per uur. Dat is harder dan als je op een brommer mag. Ja. Met hele korte bochtjes. 45 kilometer per uur. Wat is de grootste blunder die je bent begaan van openbare basisschool, de startbaan? Oh, een blunder. Even goed denken. Er zijn er vast genoeg, want ik maak volgens mij wel eens blunders. Het is altijd even lastig om er dan eentje zo te verzinnen. Volgens mij ben ik wel eens, als ik dan even blunder binnen het schaatsen bekijk, ben ik wel eens gevallen toen ik de ijsbaan op wilde stappen. Want dan hebben wij onze beschermers nog aan. En dat kan wel eens glad zijn. En toen ben ik volgens mij een keer heel hard op mijn kont gevallen. Ja, dat is niet heel slim. Nee, absoluut. Dat is wel een blunder, denk ik. Ja. Oh, dit vind ik een leuke vraag. Die vraag komt van Jade. Wat voor schaatsen gebruik jij? Ik heb schaatsen bij me, als het leuk vindt. Laat eens kijken. Even kijken. Nou, dit is de schaats die ik gebruik. Ga ik even buiten weg. Ik hoop dat jullie het zo kunnen zien. Ja, doe ze maar iets naar voren. Ja, dat gaat helemaal goed. En wat is daar zo speciaal aan, die schaatsen? Nou, ten eerste, ik weet niet of jullie wel eens een lange baanschaats hebben gezien, maar die... Dat zit hier los en dat klapt. Dat kan ik laten zien, maar die heb ik hier. Ja, kunnen we even vergelijken. Oh, dat was een Olympische medaille die viel. Zo, kijk. Maak deze even groter. Dan zal ik je even... Zo. Kijk, dit is een klapschaats. Ja, nou, die van mij die kan dat niet. Dus die zit sowieso al vast. Ja. En je ziet hier ook dat... dit noemen wij dan de potjes. Die zijn best wel hoog. Er is best wel veel ruimte tussen de schoen en... Het mes, en dat is zodat als je gaat hangen, want hij moet in de bocht best wel schuin hangen, dat je niet met je schoen over het ijs komt. Kijk, en dan begrijp ik ook nog dat die, je zou denken dat die buis recht is, maar die is niet recht, hè? Nee, klopt. Ja, dat is te minimaal om te zien op het beeld, maar de buis is een beetje gekromd naar de richting die we schaatsen, dus dan kom je de bocht wat makkelijker door. Gaaf, leuk om te zien ook eventjes. Dat is goed. Nou ja, mooi. Hoe vaak moet je die slijpen, die schaatsen? Ik slijp meestal wel na elke training. Op een wedstrijd, niet na elke rit. Ja. Maar ik denk op een wedstrijd wel na elke 2 ritten. En sowieso als ik een finale schaats, dan slijp ik altijd gewoon voor het gevoel Goed. Harry Schaap vraagt, hoe oud was je toen je begon met short track en heb je ook nog andere sporten gedaan? Leuke vraag. Ik ben begonnen met short track toen ik volgens mij 11 was. Daarvoor schaatste ik wel op de lange baan. Ja. Short track, als ik het goed heb, toen ik 11 was. En ik vind heel veel verschillende sporten heel erg leuk. Dus ik heb er ook best wel een aantal gedaan. Zoals? Ik heb ook op wielrenles gezeten, maar ik heb ook ballet gedaan. Skileren en lange baan, dat ligt natuurlijk vrij dicht bij het short track, heb ik ook gedaan. En wat ik ook nog heb gedaan is roeien.
Kijk, dat is inderdaad wel heel veel al. Dat is echt leuk, ja. Hey, maar wat is de reden dat je bent gaan shorttracken dan? Dat je daar nu alle tijden stopt? Dat is eigenlijk een logische vervolgvraag. Ja, ik vond dat van alle sporten uiteindelijk het leukste. En ik denk omdat het zo lekker hard gaat. Ja. En je gaat zo schuin door de bocht. En dat is superleuk om te ervaren. En ook het spel in de wedstrijd is heel erg leuk. Want je bent bezig met inhalen en tactieken bedenken. En, dus ik denk dat het daarom een hele bijzondere sport is. Want je gaat heel snel, maar je moet ook heel slim zijn. Ja, nou, dat is wel ook de vraag die hier binnenkomt. Van, vind je het wel eens, dat vraagt Renske, is het eng om zo hard te schaatsen? Want het is natuurlijk met elkaar allemaal heel dicht bij elkaar. Is dat eng? Ja, ik vind het soms nog wel eens eng. Maar dat is ook iets waar ik nu heel erg aan werk. Dat ik het steeds minder eng ga vinden. Want natuurlijk is angst niet goed om te hebben in de bocht. Want je wil zo hard mogelijk gaan. En de angst helpt daar niet bij. Maar ik vind het soms wel eens eng, ja. Ja. Oké. De zonnestraal, die vraagt van, die wil sowieso weten, ben je wel eens kampioen geweest? En Eva vraagt, heb je wel eens iets gebroken? Dus ben je wel eens kampioen geweest? Sorry? Ben je wel eens kampioen geweest? Ja, ik ben wel eens kampioen geweest. Nou, en je bent kampioen nu. Je bent wereldkampioen relay. Ja, klopt. Ja, die titel staat nu op mijn naam en dat is, vind ik heel mooi, ben ik heel blij mee. En ik heb nog nooit wat gebroken, gelukkig. Dus klopt ook even af. Heel goed. Zo houden. Ja, oké. Okay. Groep 7 van het KBS Overveen die vraagt: waarom vind je shorttrack leuker dan het gewone lange baan schaatsen? Ik denk door de reden die ik net heb gezegd, het hele spel wat er omheen zit. Het hele spel wat er omheen zit, ja. Ja. Dat is bij jullie in de sport is de eindtijd minder belangrijk dan wie als eerste over de streep komt. Dat is misschien wat groter. Ook niet altijd de snelste gaat als eerste over de streep. Nee, maar vaak wel de beste. Ja, ja. Heb ik gezien door de tijd heen. Dat is heel goed. Dat is ook wel leuk van Sophia die vraagt van, heb je wel eens op natuurreis geschaatst? Deze weet ik nog. Ja, waar heb je geschaatst? Ik heb op het Tjeukenmeer geschaatst en het was ontzettend mooi. En ik was ook echt blij dat dat weer kon. Dat heb ik echt wel genoten. Goed zo. De zonnestraat wilde ook weten, ben je wel eens laatste geworden? Nou, ik denk dat ik het antwoord daar wel ja op weet, moet ik zeggen, maar... Ik denk dat ik nooit allerlaatste ben geworden, maar ik ben wel eens bijna laatste geworden, denk ik. Oké, heel goed. Dan gaan we even een beetje de laatste vraag bekijken. En dit vind ik wel een hele belangrijke vraag eigenlijk ook wel. Vanuit het Hanni Schaft uit Zandvoort. Werk of studeer je ook nog naast het sporten? Ik studeer ook nog. Dat doe ik aan de Universiteit van Utrecht. Ja. Maar schaatsen kost wel zoveel energie dat er niet heel veel tijd is om heel veel te studeren. Dus ik doe het wel, maar dan wat minder snel dan dat een normale student dat doet. Oké, heel goed. Dan heb ik nog één vraag aan jou. Ik bedoel, het begint zomer te worden. Shorttrack is een wintersport, maar jullie zijn dus nu al bezig met de voorbereiding voor de Olympische Spelen. Ja. En daar zijn jullie voor gepraat. Hoe ziet dat eruit de komende maanden richting de Spelen? Die zijn in februari 2022. Ja. Dus dat is al over 10 maanden ongeveer. Ja, 10 maanden klinkt lang, maar dat komt denk ik sneller dan je denkt. Ja. Maar inderdaad, we zijn nu alweer, ons seizoen eindigt op 8 maart is het geëindigd. En dan hebben we even rust. En nu zijn we al zo'n 3 weken weer heel rustig begonnen met wat fietsen. En we doen krachttraining om dat weer allemaal onze conditie en onze kracht op te bouwen. Ja. En deze zomer, hoe gaat het eruit zien in aanloop naar de Spelen? We gaan denk ik veel, we gaan veel schaatsen natuurlijk. We zullen ook veel op kamp gaan. En dan als eenmaal september, oktober weer begint, dan komen alle kwalificatiewedstrijden. Dus dat is eigenlijk ook heel veel weg zijn en heel veel schaatsen. Ja. Okay. Dus het wordt wel zwaar, maar ben jij zeker dat je naar de Olympische Spelen mag? Dat kan je nu. Je kan nu nog niet zeggen dat je zeker bent. Ik heb wel een heel goed seizoen gedraaid. En dat geeft wel vertrouwen in dat ik de potentie heb om er te staan. Maar ik kan nu natuurlijk nog niet zeggen dat ik er zeker van ben. Want daar komen nog gewoon wedstrijden voor waar iedereen stinkende best moet doen. En daar moet je het bewijzen. Heel goed. Hey, Selma, dankjewel voor alle antwoorden op de vragen van de kinderen. Ik wens je namens alle kinderen en ook natuurlijk namens de juffen en meesters heel veel succes de komende maanden. En wellicht zien we jou na de zomer in de voorbereiding op de winter nog een keer terug als je dat leuk vindt. Dat lijkt mij mooi. Ja, lijkt me leuk. Heel goed. Leuk. Hey, dankjewel en tot snel.
Ja, kinderen. Dat was weer een aflevering van Sporter in de Klas. En dat wil ik wel even benoemen. Morgen zijn natuurlijk de Koningsspelen. En je kan vanaf 9:15 kan je op NPO 3 via... bij Zapsport kan je dat kijken. Dus als je dat leuk vindt, ga dat zeker doen. En ik zou zeggen, heel veel speelplezier. Wij zijn er met een Sporter in de Klas weer bij op 29 april. En dan hebben we... Ja, dan hebben we een hele mooie atleet. Dan hebben wij een Jetse Plat. Hij is triatleet. Een beer van een kerel, supersterk. Hij kan goed zwemmen, hij kan goed wielen. Hij heeft ook Olympische gouden medailles gewonnen. En jullie kunnen hem volgende week ook weer gewoon alle vragen gaan stellen. Dus ik hoop jullie volgende week ook weer te mogen zien bij een nieuwe aflevering van Sporter in de Klas. Groeten van meester Jochem. Hoi hoi!